Je klaarmaken om op vakantie te gaan is hard werken. Ik kan niet wachten om naar het strand. Ik ben al op weg. Oeps, dat is een beetje zwaar. Oh. Misschien had ik mijn haardroger niet mee moeten nemen? Of is het een make-up tas die me zwaar maakt? Oh nee. Hey. Betty! Hoe ben je hier binnengekomen? Ik ben zo klein dat ik overal in kan. Zelfs in een rugzak. Ik ben er klaar voor. Kom je? Dat klopt. Nikki kan dat niet doen. Wat geeft de beste stemming voor de vakantie? Winkelen natuurlijk. Betty, kijk hier eens naar. Maar haar vriendin heeft nu geen bril nodig. Ze heeft haar zwemmandjes nodig. Dus wat als het de kinderafdeling is? Ze is klein. En Nikki herinnert zich ook haar kindertijd. Het eendje is niet haar maat. Maar het is zo schattig. Toch? Onze vakantie zal er veel beter door worden. Oh ja, ik vergat bijna het matras. Dit is wat ik nodig heb. Nikki, ben je klaar? Laten we gaan. De vrienden zijn er al. Zit Nikki achter een loopmatras aan? Dat is Betty. Dit is wat er gebeurt als je dingen koopt die niet passen. Laten we het comfortabel maken. We hebben een paraplu nodig. De vrienden hebben er twee. Nu hebben ze geen last van de zon. Maar Betty heeft de maat verkeerd berekend. Dat is niet erg. Ze is zo klein dat ze onder een gewone parasol kan zitten. Zelfs het zwembad is te diep voor Betty. Maar er is hier een hele zee. Maar hoe kun je zwemmen als het water maar tot je knieën komt? Maar Betty voelt zich goed in ondiep water. Doe wat je wilt, maar ik ga er meer in. Ze zullen afstand moeten houden in het water. De vrienden zijn de veiligheidsregels op het strand vergeten. Let op. Er zijn overal dieven. Het enige waardevolle hier is een eend. Maar dat zal werken. Geen slechte vangst. Nikki, Nikki, we worden beroofd. Kijk, we kunnen hem nu niet pakken. Geen paniek, Betty. Nikki heeft niet voor niets hele lange benen. Maak dat je wegkomt. En vergeet niet de eend terug te brengen. Ze is binnen een paar seconden aan de andere kant van het strand. Bravo, Nikki. Tijd voor een snack. Nikki, ik ben hier. Geniet van je maaltijd. Dank je, denk ik. Maar ik wil graag een grotere sandwich. Geef me een momentje. Wat dacht je daarvan? Wauw, dat is beter. Nu kan Nikki haar eigen sandwich samenstellen. Grote meisjes hebben grote snacks nodig. En Betty is perfect in orde met een mini-lunch. Wanneer zwemmen en bruinen saai wordt, is het tijd om met de bal te spelen. Nikki gooit de bal te hoog. Iemand zal vandaag moeten rennen. Oef, ben er al. Geef hem door. Ik heb hem. Ik heb hem. Oh nee, alweer? Dit werkt niet. We gaan je een beetje inkorten. Vind je het erg? Nu zijn Nikki en Betty even groot. Eerlijk genoeg, het is het waard voor mijn mini-vriendje. Laten we wat mooie selfies nemen. Ja, en Nikki moet zoals gewoonlijk aanpassen aan de lengte van haar vriendin. Maar niemand geeft nog om gewone strandfoto's. We moeten creatief worden. Ga weg bij mij. Betty, met jouw lengte kunnen we zoveel interessante foto's maken. Klaar? Laten we met onze fotosessie beginnen. Betty ziet er zo klein uit van veraf. En er is zoveel ruimte voor verbeelding. Gaaf, hè? Wil je het nog eens proberen? Je kunt deze foto's niet eenvoudig noemen. De vrienden kiezen zelfs paddelbootjes op grootte. Oké, ik heb iets compacts nodig. Net als ik. Yes. Deze zal werken. En Nikki heeft de juiste boot voor haar. De grootste paddelboot ter wereld. Klaar? Af? Gaan! Laten we nu racen. Nikki heeft hele lange benen, dus trap ze sneller. Maar Betty's boot is lichter. Ze is te snel om bij te houden. Ga opzij! Ik ben niet gewend om te verliezen. Het is niet omdat je groot bent dat je snel bent. Betty wilde al heel lang haar liefde bekennen aan die ene jongen. Ik hoop dat Michael de verrassing leuk vindt. Ik wil alleen dat hij uit het raam kijkt.
Pebbles, dat is goed. Michael, kom naar buiten. Daar is onze prins. Ik ben hier, Michael. Maar Michael merkt Betty helemaal niet op. Wat een gemeenerik. Geef het aan mij, Betty. We moeten onze vriend helpen. Nu zullen we de liefdesboodschap recht in zijn handen afleveren. Tweede verdieping? Makkelijk. Dat is geluk hebben. Ik ben je persoonlijke Cupido. Ik heb een brief voor je. Maar moderne prinsen zijn helemaal niet romantisch. En dus, Nicky is niet geslaagd. Hij is gewoon niet geschikt voor jou. Zonnebrandcreme is zo belangrijk. Dus begin jezelf te beschermen. Nicky is lang, dus ze heeft veel zonnebrandcreme nodig. Doe er nog wat op. Wees niet verlegen. En Betty heeft maar één druppel nodig. Klein zijn is geweldig. Het probleem is dat Nicky geen crème meer heeft. En ze heeft niet eens tijd gehad om haar benen in te smeren. Kan ik dat lenen? Nu snap ik het waarom Nicky een koffer vol lotions bij zich had. En deze tube kan wel weggegooid worden. Het plan is om vandaag in het park te gaan wandelen. Betty zit vol verrassingen. Wat ben je aan het doen? Dit is een ramp. Betty is verstrikt geraakt in een vlieger. En om een of andere reden wil hij niet vliegen. Kom op, kom op. Dit gaat niet werken. Je kunt geen vlieger lanceren vanaf Betty's hoogte. Nicky is daar. Ze heeft enorme longen. Ben je er klaar voor? Ga je gang. Joepie, jij vliegt. Blaas, Nicky, blaas. We gaan onze vlieger oplaten tot in de hemel. Een klein persoon is moeilijk te vinden. Maar zo makkelijk te verliezen. Betty, waar ben je? Waarom schreeuw je zo? Ik ben hier. Betty, ik ben bezorgd en jij loopt altijd weg. Ik heb een idee. Blijf daar staan. Wat dacht je van een nieuw kapsel? Dat is veel beter. Nu heb ik geen moeite meer om je in de menigte te vinden. Dit is niet de strandlook die Betty wilde. Maar als Nicky zich er beter door voelt, is dat prima. Lange benen en korte benen kunnen niet in hetzelfde tempo lopen. Terwijl Nicky langzaam loopt en het uitzicht bewondert, loopt Betty een marathon. Hou vol, bestie. Ik doe mijn best. Ik heb geen kracht meer. Wat dacht je hiervan? Ik kom naar je toe, Nicky. Persoonlijk vervoer. Dat is geniaal. Kom op, laten we gaan. Er is zoveel te doen. Maar zelfs Nicky heeft soms een pauze nodig. Waarom gaan we niet even zitten? Betty, kom hier. Kijk, deze bank ziet eruit alsof hij voor mij gemaakt is. Dat zou ik graag willen, Nicky. Maar hoe moet ik dit gigantische bouwwerk beklimmen? Ik zal het proberen. Eerste poging mislukt. Wat als ik een vliegende start neem? Een beetje meer? Nog een beetje meer? Betty is een geboren klimmer. Maar deze berg kan ze echt niet beklimmen. Kun je me helpen? Oh ja, sorry. Geef me je hand. Oef, dat is nogal een sprong. Betty, dat was zo grappig. Kijk zelf maar. Maar ze heeft geen zin om te lachen. Oké, geen hoge banken meer. Vond je onze video leuk? Heb jij super lange of hele korte vrienden? Vertel over hen in de comments. En vergeet niet om deze video te liken, te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken. Mis geen nieuwe sketches over vriendschap op Troom Troom Wow!